Ik ben Milouska Meulens en samen met Kalefax en Chris Berry presenteer ik Milouska Meulens in Kalefaxland. Ik ben de verteller tijdens het concert. Dus Kalefax treedt op, Chris Berry zingt en ik zal de verschillende werelden die we aan het publiek presenteren aan elkaar praten. Het is ontzettend leuk om met Milouska samen te werken, omdat ze een heel bijzonder persoon is. Zij heeft ook een hele bijzondere jeugd gehad, waarbij ze in talloze plaatsen heeft gewoond. Ze is ontzettend vaak verhuisd en echt op de meest exotische plekken heeft gewoond. Bijvoorbeeld in Uren-Terp. Ik leid Kalefax eigenlijk door mijn land, het land van woorden, het land van Caribische wortels. En we brengen gewoon die twee werelden samen door middel van muziek. Het was van meet af aan de bedoeling dat Milouska ons zou programmeren. Want dat geeft ons gewoon nieuwe inspiratie. Dat is eigenlijk na 35 jaar Kalefax heel belangrijk dat we steeds weer nieuwe invalshoeken vinden. Dus de liedjes heb ik uitgekozen op basis van het verhaal dat ik wil gaan vertellen. En de verbindingen die ik wil leggen in werelden, in soorten muziek. En zij heeft die uitdaging direct met beide handen aangenomen. Dat was ontzettend leuk. Ik vond het als programmeur heel belangrijk om Kalefax kennis te laten maken met waar ik vandaan kom. Dat vond ik belangrijk omdat ik niet zou zijn wie ik ben zonder die wortels. Milouska Meulens in Kalefaxland is te zien op 22 april in de Stadsgehoorzaal in Leiden en op 23 april in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam.